Draai door naar links, Floris. Ja, nee, ik ga hier stil liggen voor die destroyed kogel. Pas op voor mijn torps. Ik ben geraderd. Oké, pas dan op dat ik de Monjo niet ga raken. De kopper ligt hier ook. Kun je die Z achteruit forsen, jongens? Geradigd. Missen we nou? Oh, de en die twee. Die Hindenburg en die Moin daar, die liggen aan de verkeerde kant van het eiland. Zeg maar. Dus wij zouden eventueel kunnen pushen naar B. Naar A bedoel ik. Ja, kun je proberen. Ja? Ik gooi mijn radar nou aan. Daar heb je de Z weer als je erop kan schieten. Oh. Ik zit hier met deze. Met een probleem. Ja. Ik denk dat hun twee moeten pushen. Ik ben located. Moskva. Dat wordt wel een beetje. Radar even om te kijken waar die de mine ligt. Zal ik mijn radar open gooien? Tony? Ja, doe jij maar. Ja. Oké, doe ik. Stoepje, heb je nu geen schot op die Z? Wat zeg je? Heb je geen schot op die Z? Zet je radar aan? Ja, ik heb radar aan. Hij erop. Je bent wel hard aan het pushen. Heel erg uit de buurt. Ja, mijn radarbereik is 13 kilometer. Ja. Daarom. Dus wij gaan, denk ik. Radar is afgelopen. Ik word weer geradard. Ze gaan, denk ik, naar C toe, die Hindenburg. Die dat lijkt er wel op. Jij wordt volgens mij gehydrood, Floris. Nou, dat kan ook de Moskou zijn. Maar... Oh ja, is waar. Maar die... Ik ga die, die zit nou maar te schieten. De mine is... Komt terug, dus... Daar word ik geraden. Floris, wanneer heb je geraden? 3 seconden. Ga erop. Ja, nu zit ik op een radar. Kunt je op die Z? Dat is de Moskva, hè? Ja. Nee, dus. Wacht, hier terug. Wordt hierdoor beschoten door deze gast. Ik ben die Conqueror finale aan het afmaken. Ja, dat is heel goed. Rex, heb je in de mooie, hè? Pas op. Tony en Conquest, ik zou de hard doorpushen met A. Irritant dit. Ja, kunnen jullie die Conqueror focussen allemaal? Ja, 4 Conqueror. Hij is aan het healen. Oh. Maakt niet uit, blijf erop door focussen. Alles ja, op de Conqueror nou. Oh ja, oké, Moskva komt wel mooi full broodzijd achter de eiland uit. Ja. Dus... Ik heb problemen met deze jongen hier. Conqueror heeft net zijn heal gebruikt, dus als we hem nou neerfocussen, dan kan hij niks meer. Weer vooruit, doe me toe. Dit Hindenburg. Kom op jongens, Conqueror. Hij heeft nog maar half veld en heeft zijn heal net gebruikt. Conqueror is bijna dood jongens, focus. Hoe lukt het bij B? Nee.
Kut! Zeg ik. Word je helemaal afgemaakt door die Hindenburg. Ah, Conqueror is zo goed als dood. Ook eens Conqueror, jongens. Jezus, dat is geen actie. Maar ja. Jongen, jongen, jongen. Nice. Nou, Moskva, Moskva. Ja. Ik heb een ander target. Ja, jij moet op je andere flank gaan pakken. Bij AB moet jij nou gaan. Nee, nee. Ja, ik word van achter helemaal afgemaakt nu. Oh, kom op. Kunnen jullie de Moyne afmaken? Oeh, ja. Ik ga het proberen. Haat maar. Zet. Jo. Hij zit in de fik. Ja, zet is dood. Oh, netjes. Focus Moskva, jongens. Focus Moskva. Focus jij hem achter je, Elio? Ja, rol op de Hindenburg. Wat een ellende, joh. Ik focus wel op de Hindenburg. Ik focus wel op de Hindenburg. Ik pak de Hindenburg wel. Pak die dan mooi maar achter jou, Elio. Ja, oké. Okay. Hij is er bijna geweest. Ja. Kijk, Torpen in zijn rug. Hij is dood. Shit, oh. Nice. Goed gedaan, Bas. Harm. Oh ja, ik ga hier dood, maar misschien heb ik mooi, de Moyne wel. Ja, die heb je mooi. Harm zo snel mogelijk naar A toe, de rest van ons naar B toe. Wat je? Okido, draai om. Nou, dat gaat misschien nog goed aflopen. Ja, het begin was desastreus. Oh. Niet opgeven. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de verliezen worden goed genomen door deze groep. Ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat mensen behoorlijk begonnen te mopperen en te schelden namelijk. Ja, haalt het altijd gewoon niks uit. Nee, haalt het ook niet, Elio, maar... sommige mensen vinden het nodig om frustraties te uiten, hè? Ja, klopt. Hoe snel is de gearing eigenlijk? Achterom. Ja, hoe snel? 40-8. Nog 9 minuten om een Hindenburg te vinden. 9 minuten. Ja, ik denk dat de capture points sneller gaan. Ja, inderdaad. Ja, ik denk het ook. Hoeveel health heeft die Hindenburg? Ga jij naar B? Ga ik naar A? Nee, je gaat met mij mee naar B. Oké. Okay. Wist ga naar A. Oh, je hebt radar, hè? Mhm. Dat is mooi. Ja, we halen het niet op cap points. Nee. Tenzij dat we A en B tegelijk cappen. Er zal wel ergens achter zo'n bergje zitten, denk ik. Dat zou ik hem wel aanraden. Ik heb mijn radar net aangezet. Daar is hij. Daar is hij. Oh, full broadside. Wat een eikel. Ik kom lekker in de fik steken. Allemaal peaching line en dan rammen met die gint. Wat een eikel. Lekker, Kevin. Wat een eikel. Ja, het is nog niet gewonnen.
High explosive. Ja? Yo, werk ze. Werk ze. Werk ze. Werk ze. Mijn moeder gaat weg. Beetje zo eraan, Kevin. We moeten hem echt snel afmaken, jongens. Bezig. Nou, je moet hem echt afknallen, want we hebben nog 50 puntjes en dan hebben ze gewonnen. Yep. Ja, precies. Met z'n allen erop knallen. Bijna. Hij heeft zijn heal pas gebruikt. Weer in de fik? Ja, hij staat weer in de fik. Netjes, jongens. Goh, nice. Mooi. Oké, deze komt op YouTube. Wow, was dit Typhoon? Waarom kan lijkt het wel af te leren? Yep. Nee. Nog een zelfde leak. Wat zei je, Robert? Waarom? Hoezo, Robert? Dat hij op YouTube komt. Hij staat al op YouTube. Dat een waanzinnig mooi einde is. Ja. Spannend tot het einde. Ja, inderdaad. Enemy team hoeft er nog maar 40 cap points te hebben, terwijl wij de laatste... Ja,